Oh! Zo! Nou! Daar ging de hele zooi! Zo! Alles in de hands! Nou! Hoppa. Mooi! Hallo mijn kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een goed nieuwe Ghost Recon Wildlands aflevering. Vandaag ben ik natuurlijk weer met de crew, namelijk met Max, met Sven en met Jordi. Yo boys! Yo! En vandaag gaan we weer lekker verder met de storyline. Dus heb je nou zin in, ram dan alvast even dat blauwe duimpje omhoog en dan duiken we de game in. En jullie staan echt als mannen, staan jullie weer naast elkaar. Jij bent met je mooie schmink op je kop, hè, daar zo. Kan je ook gewoon echt hitten. Oké, goed, boys. Wat wij gaan doen, wij gaan verder met het verhaal. En waar zijn wij nou vorige aflevering geëindigd? Wij werden geambushed door een of andere organisatie of zo. Die hadden we volledig van de kaart afgeblazen met granaten. En nu zijn we hier. En wij gaan dus verder met... Oh, what? We hebben twee verhaalmissies klaarstaan. De eerste is koken met coca. En de tweede is het bottenlab. Even kijken. En we hadden ook nog een missie op een boot, als ik het goed begrijp. Waar was die ook alweer? Die was... Oh, was die niet in een ander gedeelte of zo? Daar was iets mee. Daar was iets mee met die missie op die boot. Wat was het ook alweer? Of we konden hem niet vinden. Daar was in ieder geval iets mee. Ah, fuck dat. We gaan gewoon lekker naar deze missie toe. Een van de productiefaciliteiten in Okoro bevindt zich op een omgebouwde vissersboot. Ja, die was hem. Bij Campo Ana vindt het botenlab en vernietig het. Jongens, wij gaan naar een botenlab toe. We hebben in ieder geval visboot Puerto Grande, die is omgebouwd tot cocaïne lab. Vindt het lab en vernietig het. Nou, kijk, makkelijker kan een opdracht niet zijn. Hier staan ook wat autootjes en zo en dergelijke. Max, jij gaat zo mee hoor, nu blijf je liggen ook. Ja. Nu. Oh, Jordi zit weer in de achterbank. Nou, kapseizen wel. Goed, we gaan die kant op. Hallo, kapzakken! We gaan die kant op. En we zien jullie zo wanneer we bij de missie zijn, tot zo. Meanwhile. Oh, hier hebben we gelijk een ervaringspunt. Wat is het? Nou, ik lig plat. Nou! Ik lig plat. Oké, mensen, kijkers, we komen enorm in de buurt. Over 1,3 kilometer zien jullie een eilandje. En daarop bevindt zich, als het goed is, het cocaïne lab. Geniet trouwens even van het uitzicht hier, want het is prachtig, beste kijkers. Dat is echt niet normaal. Goed, waar gaan we de helikopter landen, boys? In het water. Ja, daar ergens op zo'n eilandje, dat kan wel. Kijk, dat eiland daar, daar kan je wel landen. Thanks to das? Oh, jullie liggen denk ik niet boten, namelijk. Je hebt onderzeeërs, of wat het ook zijn. Ja, we gaan gewoon met de boot, ik zweer je. Ja, jongen. Kijk dan hoe ze op de map staan afgebeeld. Zijn toch onderzeeërs, of niet dan? Onzichtbare bootmobiel. Mooi onderzeeërs. Hoppa, is het echt zo moeilijk om cocoa-pasta te maken? Moeilijk, helemaal niet. Let's go. Je hebt een oplosmiddel nodig, een gat in de grond en 2 tot 5 mensen die een uur of 6 willen stampen in kerosine. Oké. Pak een andere. Oh. Ja, wit niet. Oh ja, nee, Jordi. Oh, wacht, we gaan wel een 2 bootjes. Dat kan ook. Oh. Roy, we laten jou alleen. Ah, fuck off. Ja, maar die kost... Hey, wat doe ik nou? Stap in! Hey jongens, je hebt orange. En die gaan ons zien. Ja, dat is... Oh, mooi torentje. Oké, ik land hier aan. Jullie ook. Okay, meer hier aan, sorry. Oké. Okay. Oh, auw, auw, hey, auw. Auw. Kom op, Roy. Auw. Hoe kom je nou uit? Oh. Ja, hier zo. Oh. Oh, oh, oh. Ik zat gelijk iemand hier boven. Oh, pas op. Ik zit vast. Oké. Okay. Schiet hem in zijn hoofd. Let me do this shit. Schiet hem in zijn hoofd. Get destroyed, piece of shit. Oké. Boys, we zijn op het eiland. Op de vissersboot crew eiland. Help, you know. Oké, fuck. Gaan we naar boven? Hoe ligt het? Kijk rechts. Waar de fuck is het? Max, kom hier naartoe, want jij moet een hoog punt hebben. Kom. Ja. Follow me, bruh. Wait, ik gooi mijn drone de lucht in. Let's go. Ik ook. Drone army. Holy shit, er staan allemaal snipers daar boven in zo'n torentje. Toren hier. Wow, man. Ja, Max, jij moet daar boven in die toren zien te komen. Ik target niemand. Target nummer 1, Max. Daar moet jij zien te komen, alright? Ja, oké. Okay. Dat is echt jouw target. Daar echt. Kijk hoe ziek. Moet ik vast wow. Dude, ja, doe maar, Max. Dit is hier zo ziek. Hey, kunnen we 1 en 2 en 3 uitschakelen daar achter ons? Wait. Ik ga even uit mijn drone dan.
Eerst even kijken, is er niet nog meer? Want I guess there is. Ik ga target 1 uitschakelen. 1, 2, 3. Wacht, wie ga je uitschakelen? 1, hij is uit. We kijken okay, achter ons lopen 2 en 3. Oh, 3 is nu naar binnen. Okay. Oh, iemand Max. Iemand wordt gezien. Fuck, iemand is gezien. Iemand schoot mis. Niemand is gezien. Nee, niemand is misgeschoten. We zijn wel opgejaagd, Ja, dat bedoel ik. Fuck. They spotted us. In onze rug, versterking! Oh boy. Holy shit. Er is niemand. Oh, fuck, daar. You're in bad shape. Take cover, sniper. Ja, nu zijn we de lul. Ja, nee, blijf liggen. Ik ga nu snel naar die toren. Ja, we zijn engaged. We zijn keihard gespot. Ja, ik word hier zeg maar begoten. Als ik helemaal die toren zit, kan ik wel aardig wat doen. Oké, ik probeer hem eruit te schieten. Hij staat er namelijk boven op die berg. God, Sam, hé. Oh fuck. Hij is dood, Roy. Wat happened? Fuck. Ja, ik werd geschoten en toen ging mijn kerk. Ik heb een betere sniper. En toen viel hij het water in. Ik heb er eentje gedaan. Sniper is dood, ja. Ja, ik leg in het water. Equip okay, let's go. Ik heb nu zo'n goede sniper. Boom, he's dead as well. Boom. Oh shit, granaat! Oh! Nee! Sven! Ja, ik zat erin! Oh, ik druk op mijn drone. Oh, ik heb beschoten! Hoop. Nice. Oké, Max, sta je daarboven of zo? Ja, Max staat daarboven. Ja, ik ben er dan. Nice. Oké, daar zit iemand. Boop! Ik wil het uitschakelen. Jury is aan het zwemmen. Ja, ik zwem naar de overkant. What the fuck? Dan maar zo, hoppa, straight to your face. Oké, jongens, ik ga op de objective af. We naderen het doelwit. We gaan naar binnen vernietigen, het lab en vertrekken weer. Ik ben even op dat kleine eilandje, zeg maar. Oh, hier staan die pakketten. Pas op! Oh! Oh fuck, burger gedood. Ik zit hier lekker te zwemmen. Oh mijn god, jongens. Shit. Ik heb een burger gekillt. Maar die stond bij de drugspakketten. Ja, wat moet ik dan? Ja. Hij was aan het beschermen, dat gaan we niet doen. Hier ligt wat is dit? Oh, ja, gebruiken. Ik kan het gebruiken. Oh. Oh. Gas is running. Oh. All we need is a spark. We need a spark. Nou, doe maar iets. Oké, gebruiken. Hey jongens, hier zit een heli. Hier zit een heli waar ik ben. Oké, er komt nu een vonk. Ontsnap de boot voordat hij ontploft. Oké, hem aan hier. Groetjes. Run. Run, boys, je bent zet het op. Ja, go, ja, pak de medicine. Pak de boot! Dit is Jim Run! Actie Jim! Besturen! Sven, ik kom je halen! Sven! No. Come on bro! Get in the boat! Get in the boat! Oh, er staan al civilians op jongens! Ja, scoot! Waarom ontplofte niks? Ja, oh fuck! 1! Oh! Zo! Nou! Daar ging de hele zooi! Zo! Alles in de hands! Nou! Hoppa. Mooi! Het motorlab is vernietigd. Nou, dat dacht ik ook. Mooi. Alleen Max moet nog even opgepikt worden. Nou, hey Max, hoe land ik daar een veel mooiere boot? Ik denk dat ik deze jump kan maken, jongens. Nou ja, ik zie hem. Hoe land ik dit ding? Oh, ja, ik zie hem zeker. Jumpen. Hey Sven, zelfs als we geen rooizoekbaan opnemen, ben je nog geïnteresseerd in jacht. Ik zie het wel, hoor. Ja, maar kijk, Friedrich is altijd. Boot besturen. Oh, fuck, dat is de verkeerde boot. Nee, hey. Besturen. Hé, ik wil eruit! Ga nou, ga jij even. Hé, heb hier een. Willen we geen. Ja, is goed. Woehoe! Wacht, kan ik erop? Ja, nou, je moet er gewoon één houden. Hier staat een helikopter als je wil. Oh nee, dit is Victor Scorn. Ik kijk, we zitten nu in de jacht. Ik kom op. We hebben ook bedjes, kom maar. Oh, echt? Kom maar lekker staken. Ja, ja. Er staat nergens een passagier of zo, dus. Hé, Jordi, je maakt herrie, stop ermee. Je maakt echt enorm veel herrie. Kunnen jullie niet in? Is de reizigervaar een beetje naar achter? Kom maar. Dat is goed. Kom maar bij, kom maar. Gezellig, lekker met z'n allen op de boot, ja toch? Nee, ik kan er niet op. Oh, dat meen je niet. Moet ik hem even op het land prakken? Roy! Ah, ik ben dood! Meen je niet? Ik ben dood. Kill in action. Oh, deze boot die gaat niet meer vooruit. Nee. Nou, dat was een mooi bootavontuur. Jordi, we hebben een helikopter nodig. Oh, ik zit in het water, pas op, ik zit in het water. Jordi, wat doe je nou? It still flies. Is die helikopter nu ook bound? Ja, it still flies. Is de helikopter nou ook naar de scheid? It still... Kijk maar. Oh,
Count me, Arthur. Jordi, wat is dit nou? Hij draait nog. Wat is dat ding? Oh, wat is dit allemaal voor paniek? Nou, jongens, kom maar mee naar de boot. De wieken draaien ook gewoon echt. Ja. Besturen, zo. Nou, we gaan maar weer in een low-budget boot. Kom maar. Stap maar weer in de Ark van Noach. Kom maar. Nou, ik zit. Heel goed. Ja, maar Jordi aan boot is de Ark van Noach natuurlijk. Daar hebben we. Max. Meteen, Max, don't do the same, please don't. Come on now. Je moet er wel op het land landen. Ja. Ja, Jordi heeft net voorgenomen hoe je dat niet moet doen. Ik dacht een klein plakje water. Ja, Jordi, of ik bedoel, Max en vlieg in helikopters, dat gaat meestal niet zo goed. Hey, dit komt goed hier. Oh, smooth. Nou, Max, nu mag je er weer uit. Deze helikopter schiet, hè? Zo, kijk, we hebben weer een nieuwe helikopter. We hebben er even over gedaan, maar nu gaan... Wow, we hebben 4 nieuwe missies. 5 nieuwe missies. Nou, Scorn, we gaan er naartoe. Jordi, ik wacht, ik wil nog één keer even kijken hoe de missie heet. Wacht even hoor. Hier zo. Het kartel beheert een coca-pasta lab in een omgebouwde visfabriek in Okoro. Verniet de ovens en mixers om de boel plat te leggen. Nou, kijk, dat doen we dan. Het kartel beheert een cocaïne lab in een omgebouwde visfabriek. Oh, zij leest gewoon letterlijk dit voor. Ja. Oké, nou prima, we gaan er naartoe. Het is over 1,9 kilometer, dus dat is eigenlijk gewoon vrijwel om de hoek. Dus laten we er eventjes op afvliegen. En dan gaan we die bastards daar eens eventjes helemaal kapot maken. Ze hebben dus ovens en allemaal meuk. Het komt er weer op neer dat zij cocaïne maken. En dat wij die cocaïneproductie moeten stoppen, zoals we hier eigenlijk net ook hebben gedaan. Ook al ging dat niet helemaal goed, want we wilden het eigenlijk stealthy doen. En uiteindelijk werd het één grote chaosmissie, dus dat was niet de bedoeling. Dus goed, jongens. Laten we eventjes kijken of we het nu wel stealthy kunnen doen. Oké. Fuck, we hebben daar... Zo, zie je die explosie daar? Dat ik zag al iets. Recht voor ons, ja, holy shit. Oké, ik ga hem hier proberen te landen. Op dit eilandje, en ik klim hem wel naar boven. Weet je zeker dat we dat kunnen? Ja, jawel. Dit is water waar je nu al aan... Dit is water! Nee joh, kijk hier, hoppa! Nee, hij is kapot. Nee hoor, ik kan hem gewoon op besturen. Oh, ik niet. Ik wel. Oké, come on. Oké, klim erop. Yes, oké. Boys. Ik gooi mijn drone de lucht in. Wait a second. Got a couple of narcos. Tell me where. Inside the last 1. Small group of tangos. 2. Oké. Die en die moeten jullie even met z'n tweeën uitschakelen. Dat die in ieder geval gewond zijn, want die houden de wacht daar. Oké. Dan kunnen we via de haven kunnen we ze dan gaan pakken. Ik dacht van boven ziet maar. Ja, ik kan hem niet snijpen die bovenste. Maar dan wordt het zeker weer gespot. Ja, hier links loopt er ook in. Kijk daar. Ik kan die onderste gaan. Wow. Wow. Ik word geschoten. Suspected. Iemand is suspected. What? Je hebt hier veel gasten. Oh, daar boven. Max, je moet even naar boven mikken. Hé, hey, wie zit er nou te bouten dan? Want ik hoor hem geschoten. Nee, wat? Niet ik. Ik lig niet stil. Die mensen daarboven moet je niet neergeschieten. Die er beneden zijn aan het plat. Ja, beneden daar bij de Oké, goed. Kom jongens, zwemmen. Via de haven gaan we erop. Er ligt een heli boven ons. Ik wou zeggen, er is een heli onderweg. Ga stelt zwemmen. Oh, crap. Oké, goed. Nou, hopelijk gaat het goed komen. We kunnen hier in ieder geval aan wal. Rechtermuisplan. Of aan land, whatever. Dus let's go. Hoppakee, hier hebben we dan zo'n mooi vissershutch. Dus wil er iemand nog vis? Ja, doe mij maar een makakareel. Nou, kijk eens, hier hangen ze. Dus hier kan je ze pakken. Sushi! Goed, jongens. Nu even serieus, want deze missie gaat heel erg moeilijk worden. Kijk hoeveel enemies ik heb gespot daar. Dit is één mental fucking house. Het is hier echt niet te zuinig. Dus, hopelijk... Oh, we hebben hier een tunnel! Dude! Oké, jongens, blijf bij me. Ja, blijf bij me. We gaan dit doen. Kijk dit. Dit is een riool of zo. Oh, wat is dit ziek! Ik heb al zijn rug. Oh, wat is dit ziek. Dit was veruit de beste methode om naar binnen te gaan, denk ik. Kijk dan, jongen. We komen als rat uit het riool. We zijn wel suspected, ze horen ons, denk ik. Stel, komt er eentje aan. Komt er eentje aan. Oké, let's go. Oh, shit, daar staat eentje boven. Oeh. Target nummer 1. Oké, laat hem lopen. Hij kan ons zien, hè? Wacht, ik gooi mijn drone hier weer even de lucht in. Ja, hij kan ons zien. Hij loopt boven ons. Kijk, ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Staat rechts van onze civilian. Loop hier heel veel mensen rond. Holy kanis.
Holy kanus, loop hier veel mensen rond. Sven, achter je, nu gelijk. Ja, dat kan ook niet. Die, ja, kom. Oké, wait. Wat gaan we doen? Oké, Sven. Ja. 3, 2, 1, go. Liggen jongens, allemaal liggen. Kom liggen. De lichtparty. Ja. Jezus. Slaapfeestje. Hey, hij loopt tegen je bovenfonds, hè? Er loopt een letterlijk tegen je bovenfonds. Er is ook één, zeg maar. Ja, die ga ik nu nakken. Oké, wie pakt 1? 3. Pak 1 in 3, 2, 1 nu. Oh, wie schoot er mis? Bovenfonds. Er iemand helemaal beneden. Iemand schoot mis. Nice. Er zijn bovenfonds. Komen er binnen. Hey, jongens, target down. Ze zijn hier al binnen. We zijn binnen. Rechts. Bij de ingang. En nu zijn wij nog gespot, denk ik. Nee, nog niet. Nou, we zijn nog niet helemaal. We zijn hunted. Oké, maar hier zijn we in ieder geval bij al die tanks, hè? Oh, fuck, jouw alarm gaat af! Fuck our lives! Alles snel! Hoe moet dit kapot? Ik hou de deur in de gaten. Hoe slopen we dit? Ja, hoe moet dit kapot? Ja, granata! Ik heb een granaat neergegooid bij eentje. Maak dat ze kapot? Ja, die is kapot. Ja, dat maakt ze stuk. Oké. Ik heb de deuren. Oké, goed. Oh, fuck. Mijn ammo is op. Oh, fuck, mijn life. Pas op, boy. Ik gooi er een. Pas op. Oh, shitje, Jordi. Stinkert! Oh, man. Hey, oh. Nou. Nou, dat was easy. Easy GG. Nou, en nu snel rennen. Doei. Nee, we hebben hier allemaal documents, joh. Wat denk jij nou? Ja, maar joh. Hé, hey, kijk, hier liggen even wat lijken bij de documents. Ja, ik wil die documents eigenlijk wel hebben. Oh, hier ligt ammo, hoor. Hier zou een Emmy moeten. Emmy. Hier zou de documents ergens moeten zijn. Waar zijn ze dan? Oh, er komt een helikopter aan nu. Een enemy. Er zit een enemy helikopter al boven ons. Ik ga mijn best doen om hem neer te snijpen. Oh! Iemand gooit de granaat naar binnen. Ik zou die helikopter proberen neer te snijpen. De bovenste. Nieuwe missie, het ziekenhuis. Team! Oh, rennen! Oh! Maar jullie! Mag! Was ik niet! Dat was ik niet! Die kwam van buiten. Ik ga omhoog. Waar is het voor? Ja, ik ben hier in fight, zeg maar. Wij ook, zeg maar. Ja, het zijn best wel. Oh, die helikopter schiet mij! Wat? Nee! Die helikopter schiet mij ook, jongens! Paniek! Waar is Roy? Hier is Roy. Ja, ik sta hier binnen. Ja. Waar gaan we heen? Ja, laten we teruggaan. Kom, gaan we gewoon naar binnen. Oh, die helikopter is sterk! Volgens mij heb ik de piloot? Nee, hij is een lijn. Had ik de piloot? Oh! Piloot niet, maar volgens mij wel de shooter, want hij ging pak weg. Ja, de shooter had ik, ja. Oh, daar gaat hij. Hij heeft nog een shooter. Oh, hij komt terug. Fuck our lives. Ik probeer hem te pakken. Oké. Okay. Jongens, abort mission. Terug naar de boot. Ja? Via het riool. Oh, er ligt hier een wapenkreet. Waar? Ja, waar ik ben. De Jordi is 100 meter ver weg. Nou, ja, inderdaad, maar toch wil ik een wapen hebben. Alleen de heli schiet op mij, maar verder zijn er. Noem het maar veilig met die heli. Ja, ik bedoel, maar hier is een. Kijk, een wegtrekker. Kan dit open? Oh, hey, oh! Au, rennen! Wat schiet er op ons? Ja, die heli. Oh, ik heb de bestuurder! Echt? Hij stuurt niet! Boom! Nee, ik heb in ieder geval de shooter dan. Ik heb in ieder geval iemand gekillt, want ik kreeg een. Uitschakelen, boom, power is off. Groetjes. Oh, ik word nog van rechts bekogeld. Gek wapen. Ja, de shooters zijn allebei kapot. Ja, nu gaat de helikopter naar beneden en it's broken. Mooi. Alright, waar is dat wapen? Ah, hier is een wapen. Kunnen we die ellende daar niet kapot maken? Wat zit erin, Max? Tell me more. Een best wel goed wapen. Ja? Wat zit erin? Oeh, een machinepistool. Een SR-635. Kijk, dat is wel scorn. Oh, ik word weer beschoten en zo. Goederen markeren. Jongens, heb je ziek voor goederen. Ik wil echt niet weg voordat we alles hebben. Hey, dat is moet wel equip suppressor doen als je niet meer binnen. Fuck. Is er weer een nieuwe helikopter of zo? Ja, er zijn gewoon mensen. Ja, sort of. Er zijn gewoon nieuwe mensen ingestapt met. Au! Instappen. Au. Waar komt vandaan? Ik heb ammo nodig. Ja, voor mij zit er ergens een of andere turret hierboven hoor. Waar komt het daar vandaan? Ik heb de hele tijd geschoten, maar er staat niemand. There you go, he's down. Ja? Yeah? Nice. Helikopter komt naar mij toe. Oké, je zou je goederen moeten hebben, maar waar dan? Wat zijn die fucking goederen? En waar is mijn oude sniper nou?
zijn die fucking goederen? We got the location for an SB network. I don't know. Guys, we gaan terug in ieder geval, ja? Oh, hier zijn supplies. Oké. Okay. Boom. Boys, ik kom jullie halen. Boom. Ah, ik Oké, okay. Sven achter de gun en maai hem kapot, die helikopter. 1, 2, 3, maai je! Doe de groetjes aan hem, hè? Oh mijn god. Doe de groetjes aan de heli. Doe de groetjes aan Zo, doe de groetjes aan de heli, hè Sven? Oké, okay, kom maar. Get in the car. Alleen nog Jordi. Kom maar aan. Oh! Get in the car. Zo, kijk maar, die is geland, die helikopter. Hij ligt daar bovenop. Waar is die geland? Daarbovenop. Hij ligt daar bovenop. Nou, kijk, dat is wel scone. Zo! Radio! We hebben weer een nieuwe missie, jongens. Praat met de rebellen. Oh, rij je, daar komt ding aan. Radio! LMSRO plant een aanval op een ziekenhuis. En Pak Katari heeft hulp nodig om het te verdedigen. Het is aan jullie. Maar als we Katari helpen, kan hij ons beter later bijstaan. Oké, nou goed, dan gaan we naar hem toe natuurlijk. Kijk, als wij kunnen hem nu helpen. En als wij dat doen, dan kan hij ons later weer goed van pas komen. Dus dan gaan we hem toch gewoon helpen, jongens, of niet? Kijk, dat klinkt ook goed. Ja, toch? Kijk, dat is een score. Oh, geen burger doodrijden. Let's go. Radio uit. En waar gaan we heen? Nou, rechts. Goed. Dus kijk eens, wij gaan even naar die waypoint toe. Wat een chaotische missie was dit. Niet normaal. Het was echt enorm veel volk. Maar goed, we gaan nu naar de nieuwe waypoint toe. En we gaan kijken wat de missie daar is. We moeten dus een ziekenhuis verdedigen als het goed is. Ben benieuwd. Oké, beste kijkers, we hebben een parcours nog afgelegd, kan ik wel stellen. Onze auto heeft het ook mogen verzuren. Maar goed, we gaan nu gewoon te voet verder. Over 350 meter, inmiddels alweer op minder natuurlijk, zijn we op locatie. En het zou dus een ziekenhuis moeten zijn. En dat ziekenhuis moeten wij gaan verdedigen tegen de rebellen. Of tegen whatever, tegen iets dat het wil aanvallen. De rebellen of bij ons? Precies, dus tegen de maffia zal het dan ook waarschijnlijk wel zijn. Tegen de Santa Blanca maffia. Goed, jongens, gooi de drones in de lucht. De drone is up. Ik ga mijn verrekijker erin gebruiken, dat is ook heel leuk. We zijn nog echt veel te ver voor die drones. Of niet? Nee, waar fuck? We moeten gewoon er naartoe trouwens. Want we moeten gewoon praten met die guy. En dan zegt hij, hey, fuck, we worden aangevallen. En dan komen waarschijnlijk die drerries. En dan moeten we gewoon gaan... Dit is echt vreemd, die mensen inderdaad. Ja. Oh, Jordi, voel jij ook al wat hier gaat gebeuren? Ja, we zitten Holy shit, wacht vast. Even, jongens, even... Dat we zo vastzitten. Even dit uitzicht, jongens. Ik gok me helemaal dood door jou. Kijk even dit uitzicht, wow, dat dorpje daar. Hey, Max, werden jij kan die vogel dan niet raken? Dit was... Ja, die. Ik zie geen vogel. Ja, ik ook niet, die niet meer. Oké, okay, jongens, let's talk with the guy. Oh, is dat een white mushroom? Hier staat hij ook gewoon. Goed. Hey Roy, jij ben je er nu al? Ja. Hey dokter! Hoe is het met u? Dokter Tinus! Dokter Tinus! Hallo vrienden, jullie zijn net op tijd. Ik heb gehoord dat El Emisario's mannen onderweg zijn. Oké. Okay. We hebben zoveel mogelijk dokters en patiënten weggestuurd en een paar trucks vol medicijnen en vaccins. Als het ziekenhuis kwijtraken, is er nog iets over voor de zieke en gewonden. My daughter was born in this hospital. Okay. Now here I am, defending it from cartel thugs who want to turn it into one of their damn. Oh, ze willen hier een cocaïnelab van maken. Holy shit, hey. Okay. That's why we're here. Coming up in the hospital now. Oké, verdedig de dokter. Oké, dokter, ga doen. Oké, er komt een auto aan. Ik doe de dokter in de hoek. Hij zit in de hoek. Oh jongens, ik zie hier een machinegeweer. Vrijwilligers. Waar? Die ligt, nee, zo'n... Me! Hier, waar mounted, ik ben. Zo'n mounted machine gun. Ja, je kan, maar het is wel bij de ingang, dus je hebt wel een beetje lol hier, denk ik. Yeah! This is going to be mine! Hey, ik ga de light vision zo aanzetten, denk. Het wordt donker. Goed, blijven jullie bij die knakker dan? Yes. Oh ja, er komen twee dragies aan. Jongens, watch out, watch out! Ze komen er nu aan. I see him. Santa Blanca valt de rebellen aan. Ja hoor, Santa Blanca. Pas schieten. Oh, oh ja, granaat. Ja, nee, doei, die zijn weg, Max. Nog één. Ja, ik doe mijn best, maar. They were after Gator Boots too. Oké, pak ze. Max, ik ga er gewoon uitstappen. Say goodbye. Bing. Nou, hoppa. Wat een nou, dat was easy. Oh. Easy game. Andere kant. Ja, ik ga weer achter de gun. Roy, trouwens, laat die machine gun even zien wat je kan. Max, hier zit een ammo box voor je granaten. Okay. Kom eens aan. Laat even zien wat de machine gun kan. Zo.
Zo, die achter de machine gun is dood. Komt de granaatje aan. Oh, helikopter, helikopter! Hem uit de lucht! Schiet hem uit! Oh, ja, doe ik! Doe ik! Doe ik! Dat is van jou! Maaien! Zo, groetjes! Nou, doei! Nou, dag helikopter. Daar ging de helikopter. Dit is trouwens echt weer een brute missie, beste kijkers. Niet te zuinig. Echt, hou maar op gewoon. Niet normaal. Achter ligt ammo, hè, dat je het even weet. Nog geen is dat zo? Ja, achter ligt ammo, ja. Dat ligt hier achter. Oh! Oh. Ik hou deze kant, ik vertrouw die sweet kant niet. Nou wordt het echt snel donker in één keer, hallo? Ja, het wordt nu echt snel donker. Ik ga hem lekker mijn night vision. Oh, wat? Oh! Nou, dat ging snel. Nou, we hadden dan een climax. Nou, keurig. Nou ja, 100% leven nog. Wij hebben een nieuwe Mattie erbij, want hij denkt nu van, hé, ze hebben mij geholpen. Ik help hen een keertje in hard times, dus het is goed. Oké, okay, we krijgen een dokter als vrienden van over zijn kleinzoon niet vermoord wordt. What's this do for us? Wat levert dat ons op? Oh, jij heeft het grootste deel van de dag gebeld. Met El Messario, we hebben zijn positie bepaald. Oh! Dit is onze kans. El Messario is rijp om te plukken. Als we hem nu pakken, vertelt hij alles wat hij weet. Geef ons de locatie, we regelen het wel. Oké, ik denk dat wij de... Oh mijn god. Oh, oh mijn god. Ik help je wel hoor, Sven. Hier, kom maar. Hier, hoppa, zo in je hart. Daar reed je een Lambo. Daar reed je een Lambo. Maar jongens, dit is de eindmissie van dit gebied. Ja, het is ook een kroontjesmissie. De laatste verhaalmissie van dit gebied natuurlijk. Want kijk, dit is één gebied zeg maar. En kijk hoeveel gebieden je in totaal hebt. Je gaat schrikken. Oh, wacht, wat is dit? Verder gaan. Kijk, let op. Kijk. We hebben dit nog allemaal te gaan. Echt, dit allemaal nog. En daarna moeten we nog bazen verslaan als het goed is. En weet ik veel allemaal. Dus we zijn nog lang niet klaar. Maar in ieder geval, één baas van dit gebied. Dat is dus die El Messario. Toch? Heb ik dat goed? Ja. El Messario staat nu met de rug tegen de muur. El Sueño wil bloed zien voor het verlies van de productiefaciliteiten in El Coro. En El Yayo kan hem niet langer beschermen. Uit telefoonchecks blijkt dat El Messario op zijn hacienda is. Als we hem daar weghalen, moet hij wel meewerken. Dus goed, we hebben de eindmissie nu unlocked. Maar die gaan we natuurlijk niet nu spelen, aangezien we al een tijdje bezig zijn. Dus beste kijkers, ik wil graag hierbij de episode afsluiten. Dus hopelijk hebben jullie allemaal genoten van deze Ghost Recon Wildlands video. Zo ja, dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. En abonneer nog even op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Check ook de kanalen van Sven en van Max, die kan je vinden in de beschrijving. En check jullie graag weer bij een nieuwe video, morgen om 3:30. Laters!